Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 22 november van Weerplaza. Het was vandaag op veel plaatsen grijs en grauw, maar wel droog, met een temperatuur van 2 tot 5 graden. Zo zag het er vanuit de lucht uit, Nederland onder de bewolking. Maar in het zuiden van het land, daar brak de zon door in Limburg. En ook in België was het vandaag vrij zonnig. Die opklaringen breiden zich vanavond uit over ons land. De temperatuur die ligt vanavond rond een graad of twee en de wind is zwak tot matig. Tijdens opklaringen kan het vannacht een graadje gaan vriezen in het binnenland en ontstaan mogelijk een paar misbanken. Morgen vroeg hebben we daar dan nou mee te maken, de misbanken kunnen hinderlijk zijn in het verkeer. Als de mist is opgelost, hebben we morgen dan een mix van zon en wolken. Zeer lokaal kan in het zuidwesten een spatje regen of motregen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het vrijdag de hele dag droog. De temperatuur loopt uit één van 5 graden in Groningen tot zo'n 8 of 9 graden in het zuiden van het land. En de wind houdt het morgen kalm. In het weekend wordt het anders. Het is veelal bewolkt op de zaterdag en een gebied met regen trekt van zuid naar noord over het land. In de ochtend is het in het noorden van het land nog droog, maar in de middag wordt het ook daar nat. En met 4 tot 6 graden is het vrij kiel. Op zondag valt er eerst nog een spat regen of motregen. Later op de dag blijft het droog. En aan de temperatuur verandert niet veel. Het is met 4 of 5 graden waterkoud. Na het weekend blijft de temperatuur aan de lage kant voor november begrippen. En zien we de zon soms. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.